Ja, voor u ziet u de watertrappelaar. De watertrappelaar is een kunstwerk van de kunstenaar Ralf Westerhof. Dat hij speciaal heeft ontworpen voor kunstmanifestaties. Hij heeft het vorig jaar als guerrilla kunstwerk in een vijver in het Vondelpark gelanceerd. Toen waren er wat problemen. De watertrappelaar is gemaakt omdat vorig jaar door het rechtse kabinet met VVD, CDA en met gedoogsteun van PVV natuurlijk flink ingehakt is op de linkse kerk en op de beeldende kunst. En toen heeft de beeldende kunst, omdat het niet zo'n sterke pressiegroep is, heeft toen een btw-tarief van 19% gekregen. Dus dat betekent dat als een kunstenaar een kunstwerk verkoopt, dat hij op 1000 euro 120 euro, 130 euro extra kwijt is aan btw, die hij moet afdragen en dus geen inkomst is. Uit protest daartegen heeft Ralf Westerhof deze watertrappelaar gemaakt. De beeldende kunstenaar die door het beleid van de afgelopen regering bijna aan het verzuipen is. Gelukkig lijkt het erop dat de watertrappelaar het hoofd boven water kan houden. Want in juli wordt waarschijnlijk de 6% regeling voor beeldende kunst. En beeldende kunst is natuurlijk een noodzakelijke levensbehoefte. Komt het 6% tarief terug. Dus Ralfs kunstwerk heeft alle succes gehad. En ik vond als organisator van de atelierroute het zo'n belangrijk kunstwerk dat ik aan hem gevraagd heb en aan de directeur van het Centrum voor Beeldende Kunsten of die hier als symbool in het water mocht vertoeven. Doordat we met verschillende festivals het Live Oost Festival organiseerden, hè, dus de atelierroute werkte samen met de Rode Loper. We hadden dus daardoor theater en beeldende kunst en community art en dingen met voedsel. Hadden we ook een krachtig instrument nodig voor de promotie. Dus we hebben nagedacht en we hebben besloten dat we zowel affiches als flyers als kranten gingen uitbrengen. En daarvoor hebben we gekozen voor een krachtig festivalbeeld wat enorm zou opvallen in het straatbeeld. En toen heb ik een ontwerp gemaakt waarbij ik geïnspireerd ben door het feit dat de Indische buurt meedoet en dat daar multiculti voedselondernemers zijn. En heb ik een object gemaakt wat ik als kunstenaar ook een kunstuiting vind. Ik heb de meloen met zonnebril en sensuele mond bedacht als festivalbeeld. Zo begin juni, mooi weer, je zou het nu niet zeggen, maar een tijd van mooi weer en lange lichte avonden, dat zomers fruit. Maar het gaat niet om het fruit, het gaat erom dat het een krachtig beeld is. Een groene vrucht op een theatraal rode doek. Dat rode doek refereert ook weer aan het theater, waar de rode fluwelen gordijnen open en dicht gaan. En zo zijn we gekomen tot het festivalbeeld. En ik mag eigenlijk wel zeggen met gepaste trots ben ik daar heel trots op dat we daarvoor gekozen hebben. En heeft het ook goed gewerkt. Thank you.
Er was hier een heel klein bankje. Daar hebben wij een ideeënbankje van gemaakt. Dat hebben we erop geschilderd. Op dit pleintje was het een ontzettende toestand. Met allemaal drugsverslaafden en gedoe. En we zijn voor die bank zijn we steeds kleine workshops gaan geven. Wat we graag wilden, wat er zou veranderen in het park. En dat kan je ook een beetje zien. Kijk, dit is hoe het eruit zag. En zo is het nu. Dus hier hebben we nu kindertuintjes met bonen die zijn geplant. We hebben daar een terrasje. Alleen hebben we dat net opgeklapt voor het weer. En we geven eigenlijk één keer per week workshops hier buiten aan kinderen en volwassenen. En die gaan eigenlijk over het landschap. Dus, en de kinderen leren daarmee ook en ook de volwassenen om beter te kijken waar ze eigenlijk staan. En de resultaten daarvan, ja, het heeft geregend, dus we hebben alles naar binnen gesleept. Die zie je bijvoorbeeld hier binnen, tentoongesteld. We maken bijvoorbeeld verhalentassen. We maken, als je daar kijkt, dan moet je aan de buitenkant. Wat kan je lopen aan de buitenkant? Dit hebben we net met de kinderen gedaan. En dat is tekenen met hout en carbon, dus met carbonpapier. Dat is eigenlijk blind tekenen. Zijn we in het parkje gaan lopen, hebben die kinderen van alles getekend zonder dat ze zien wat ze tekenen. En dit zijn landschapjes maken van textiel. En dat hebben we hier net gedaan en ook tentoongesteld. En dat is eigenlijk wat we iedere week doen. We hebben 3 shirts gebreid daar, zie je aan die boom. Je kan ze zien. De zogenaamde 3 shirts, dat doen we hier. En dit is eigenlijk het hele park. Het is eigenlijk een postzegelplein. Wat is het? Ze noemden dit een knelpunt. We hebben allemaal knooppunten, maar dit knooppunt is een knelpunt. Met deze creatieve oplossing. Heb ik dit opgelost? Is het een knooppunt? Ja. En de Openbare Bibliotheek wil dit heel graag behouden. En ook dit idee. Ja, dus dit gaat gewoon om copyright. Dit heeft Raymond met zijn ontwerpinstinct heeft hij de juiste kleurstelling gegeven. En hij heeft dus berekend hoe die planken zichzelf dragen.